De cijfers zeggen dat het beter gaat. De economie draait weer en er zijn steeds meer banen. Maar cijfers zijn geen mensen. Kun je over een jaar de kinderopvang nog betalen? En hoe zit het met je pensioen? Zijn onderlinge verschillen overbrugbaar? Of staan we straks alleen maar met verhitte koppen tegenover elkaar? Hoe ziet de toekomst van onze kinderen eruit? Kunnen onze kinderen nog buiten spelen? Kan ons onderwijs zich aanpassen aan de moderne tijd? En kan ons onderwijs beter worden? En veiligheid. Ik hoop dat onze buurten fijn blijven om in te wonen. Nieuwe zekerheden. Dat is wat we willen. Een eerlijk salaris en vaste banen. Een vangnet voor wie niet meer kan. Dat je kinderen de kansen krijgen die ze verdienen. Dat we optreden tegen hufters in de buurt. En tegen graaiers in de bonuspot. Dat was onze opdracht. Beschrijf een samenleving waar plaats is voor iedereen die iets moois wil maken van Nederland. Sociale rechtvaardigheid staat voor de Partij van de Arbeid altijd voorop. Vroeger en nu. Zeker in de afgelopen jaren waarin we Nederland uit de crisis haalden. We komen nu in een nieuwe fase waarin we vanuit een gezonde begroting kunnen investeren in nieuwe groei en banen. Waarin we de arbeidsmarkt weer tot een geheel kunnen smeden. Waarin we kansenongelijkheid verder kunnen aanpakken in het onderwijs. En zorgen dat de verschillen in beloning tussen de werkvloer en de top weer kleiner worden in plaats van groter. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt, de Partij van de Arbeid wil gewoon goed werk voor iedereen. En goed werk, dat is werk met meer zekerheid dan nu. Hoe is het met jullie in de schildersbranche? Klote. Slecht. Wat dan? Waar maak je je zorgen om? Over een vaste baan? Ik maak mij zorgen, vaste baan. 55, als je 55 plus bent, je oude lullendagen, die gaan eraf. Maar ze gaan ook flexibel werken. Dus ze kunnen ook tegen mij zeggen van, joh, je gaat 10 uur per dag werken. En je gaat ook op een zaterdag werken. En als het regent, dan ga je naar huis toe, want dan neem je de uurtjes op. Een soort geest aan de bodem die zich dan op dit moment in de bouw en bij schilders afspeelt? Ja, dat is absoluut een feit. Je ziet gewoon bedrijven calculaties maken, vervolgens naar een ondernemer uitbesteden. En die heeft dan weer een aantal polen die hem gaan assisteren. Dus je krijgt de vreemdsoortigste constructies. Het zoeken van arbeid wat goedkoper moet, levert op zich op dat mensen niet meer een fatsoenlijke baan kunnen hebben, een gezin kunnen onderhouden, maar telkens naar het putje gezocht wordt. Het is ook voor de volgende generatie natuurlijk weer. Hè? Het is niet alleen ons, want wij zijn een aflopende zaak in principe. Nou, nog 11 jaar, dan heb ik het erop zitten. Ja. Ja, maar de jeugd moet ook weer verder. Ja, als je het over de zorg hebt, maak je daar zorgen over? Ja. Ja, tuurlijk. Betaalbaar. En waar zit hem dat in? Als je naar het ziekenhuis gaat, nou, je gaat een keer door ze scannen en het is gewoon onbetaalbaar. Daarom willen we af van de doorgeslagen marktwerking in die zorg. En geld voor de zorg weer naar zorg kunnen. En daarom schaffen we het eigen risico af, zodat mensen die zorg nodig hebben daar niet langer van afzien omdat ze hem niet kunnen betalen. Gelijke kansen voor kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Als de lerares weet ik hoe belangrijk dat is. Goed onderwijs is de beste investering in je toekomst. En de beste investering in de toekomst van dit land. Om het beste uit kinderen te halen, moeten we ze meer tijd geven om hun talenten te ontdekken. Eerder beginnen met spelenderwijs leren. Leraren meer tijd gunnen hun lessen goed voor te bereiden. Gelijke kansen, daar draait het om. Wij willen er alles aan doen om kinderen de beste start te geven. Zodat we straks de beste beroepsbevolking hebben ter wereld. En nog belangrijker, trotse vaders, moeders, leraren en blije kinderen. De wereld verandert razendsnel. Te veel mensen onder wie kleine kinderen zijn op de vlucht. Zij verdienen onze steun en bescherming. Tegelijkertijd moeten we werken aan de oplossing, zodat die mensen niet meer in die rubberen bootjes hoeven te stappen. De PvdA blijft zich inzetten voor vrede. Dat doen we in de eerste plaats door de oorzaken van conflicten te bestrijden. Bijvoorbeeld door het versterken van democratieën, het bouwen van rechtsstaten en door armoede te bestrijden. Als er toch gevochten wordt, werken we aan vrede met inzet van diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en defensie. Want wat we willen is dat mensen kunnen bouwen aan een toekomst, op een veilige plek, net als in Nederland. Veiligheid is de basis, is de grond onder je voeten. Zonder veiligheid kun je niet iets maken van je leven.
Dus wil je jezelf verheffen of wil je als overheid verheffing mogelijk maken en stimuleren, dan begint het wel bij die basis. En dan is veiligheid dus niet meer alleen misdaadbestrijding, maar het is ook een gevoel hebben van dat je het meedoet, dat je ertoe doet. Hoe is het? Goed, hey, hallo. Alles goed? Goed. Ja. Hey, ben je lekker aan het eten? Ja. Ja, dit is natuurlijk het August Allebeeplein. Hè? Ja. Als je het August Allebeeplein googelt, ja, dan komt er een hoop ellende. Ja, hè? Hier begonnen de eerste rellen en het was onveilig. Vroeger durfde ik gewoon niet op de Allebeeplein te komen. Ja. Ik vond het gewoon onveilig. Gewoon eng, hè? Precies. Ja. En ik vermeed het ook regelmatig. Ja. Ja. Maar als je nu hier komt, dan heb je wel het gevoel van wauw, weet je, er is zoveel veranderd. Het is heel mooier geworden. Ja. Ja hoor. En dat was ook een van de dingen die we hier in de wijk ook deden, is dat je achter de voordeur komt. Ja. Als je alleen maar de stenen vernieuwt, wat voorheen werd gedaan, en dan werden nieuwe huizen gebouwd. Maar als je de omstandigheden van mensen niet verbetert, hè, dus werkgelegenheid. Mensen moeten gewoon een baan hebben, iets van een basis hebben, om een gevoel te hebben van ja, ik kan iets van mijn leven maken. Ja. We leven in een prachtland waar heel veel mogelijk is. Maar het is heel triest om te constateren dat er te grote groepen zijn die gewoon niet meedoen. Omdat ze te weinig geld hebben. Dat kinderen bijvoorbeeld geen lid kunnen zijn van een sportvereniging of een cultuurvereniging. Het is ontzettend belangrijk dat je in deze buurten ook kinderen en jongeren dat gevoel van eigenwaarde geeft. Maar ook de talenten die er zijn, de ruimte biedt om die te ontwikkelen. Dat is de inzet van de Partij van de Arbeid de komende jaren. Samen werken aan nieuwe verbondenheid en nieuwe zekerheden. Want alleen samen komen we vooruit.